gratis bier voor iedereen is de podcast waarin we onderzoeken of politici dat wat ze beloven financieel ook waar kunnen maken. Noem het de financiële kieswijze van BNR. Mijn naam is Esther van Rijswijk en ik duik samen met VU-hoogleraar Bas Jacobs in de partijprogramma's. Economenplatform ESB en Denktank IPE duiken mee. Vanaf nu in je favoriete podcast-app. Abonneer en mis niets. Herp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 18 januari 2022. Het is pikken donker buiten en naast me zit Iwan Verrip. Goedemorgen Bas, en je hebt de studio weten te vinden door de mist? Het mist als een gek. Ja. Ja, zeker het midden van het land. Dus als je de weg op moet, kijk uit. Even rustig aandoen. Ja, je kan nog niet harder, want het is anders een beetje link. 20 minuten zo meteen met nieuws over coronapolitiek en nog veel meer. Natuurlijk het goede verhaal om je werkdag met een lach te beginnen. Zo meteen gaan we praten over de woningbouw, want er staan weer eens 10.000 nieuwe woningen op de tocht, want het geld is op. Maar we beginnen uiteraard, je hoort het net al eventjes in de nieuwsupdate, het laatste coronanieuws, want 2G of 3G werkt amper vanwege die Omicron-variant. Staat in een nieuw onderzoek uitgevoerd door de TU Delft, het UMC Utrecht en Populitics in de opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Het eerste serieuze Nederlandse onderzoek naar het inzetten van 2G... Je weet wat het is, gevaccineerd of genezen. En bij 3G komt daar de optie en getest bij. Nou, coronaverslaggever Kees Dorenstein die zet de belangrijkste resultaten van het onderzoek op een rijtje. De onderzoekers van de TU Delft schrijven dat een 2- of 3G-beleid wel helpt, maar eigenlijk nog maar nauwelijks de besmettingen en ziekenhuisopnames verlaagt met Omicron als dominante variant. 1G, alleen getest, helpt veel beter. In het meest gunstige geval zorgt 2G ervoor dat het reproductiegetal met 16% daalt en 3G dat het R-getal met zo'n 15% daalt. Maar om die getallen te halen moet 2 of 3G wel overal worden ingevoerd, behalve thuis en op school. Dus ook op kantoor en in de supermarkt. Als je bij die locaties geen coronapas hoeft te laten zien, zoals gebruikelijk, is de verlaging van het reproductiegetal veel lager. Daarbij zorgen de ongevaccineerden er ook nog eens voor dat de ideale situatie nooit gehaald wordt. Een groot deel van hen gaat samenkomen op andere locaties als 2G wordt ingevoerd, schrijven de onderzoekers. Met de inzet van 2 of 3G blijft het reproductiegetal altijd boven de 1. 1G is effectiever, maar alsnog krijg je het reproductiegetal daarmee niet onder de 1. Fraude met coronapassen heeft maar weinig effect op de besmettingen. Het belangrijkste effect is de toegenomen besmettelijkheid van Omicron en de afnemende bescherming van de vaccinaties. En daar moeten we mee leren leven. In de reguliere uitzending straks de hoofdonderzoeker van de TU Delft die dit onderzoek leidde en coronaverslaggever Kees Dorenstein. En op de BNR-site en in de app kan je meer lezen over dit onderzoek trouwens. Nou, hou de handen op de knip, want de huishoudens gaan er dit jaar fors op achteruit in de portemonnee. En dat komt natuurlijk door de inflatie. Een aantal zaken is gewoon veel duurder geworden. Ja, dat wisten we natuurlijk al. Het Nibud heeft het nu ook doorgerekend. En zij zien dat gezinnen er maandelijks gemiddeld met zo'n €40 minder moeten doen. Bij twee verdieners met meerdere kinderen kan het terugval zomaar oplopen naar meer dan €100. En huishoudens die hun loon niet zien stijgen, die moeten rekening houden met een koopkrachtdaling die kan oplopen tot €200 per maand. Yep. Enorme dalingen. Zulke sterke koopkrachtdalingen als dit jaar zijn volgens het Nibud de afgelopen jaren niet meer voorgekomen. En je zei het al, de grootste boosdoener is natuurlijk de inflatie. Constateren ook de onderzoekers van het instituut. Die is flink opgelopen door de hoge energieprijzen. Nibud was ook al in september somber over de koopkrachtprognoses. Maar toen was die nog niet zo sterk voorzien dat met name gas en elektriciteit zo sterk in prijs zouden toenemen. Allemaal in de double digits. Ja. Nibud heeft gerekend met een inflatie van 3%, zoals DNB voorziet voor dit jaar. Nou, mocht die nog verder oplopen, dan, je begrijpt, verslechtert het beeld nog verder. De directeur van het Nibud, Arjen Vliegendhart, die maakt zich vooral zorgen over de meer dan 2 miljoen huishoudens die zich nu al helemaal suft budgetteren en elke euro omdraaien om alle rekeningen betaald te krijgen. Dan moet je mensen denken aan mensen met een bijstandsuitkering, mensen met een hoge huur, die lijken allemaal structureel klem te zitten. Ook voor ouderen met slechts een AOW of een klein pensioen is die koopkrachtdaling waarschijnlijk erg zwaar. En dan zijn de plannen uit het recente coalitieakkoord nog niet doorgerekend, moet ik het er even bij zeggen. Daar zijn ze nog mee bezig, dus dat komt volgt later. Maar de eerste beelden voor de komende tijd zijn niet bepaald positief voor de portemonnee.
Nog meer niet bepaald positief nieuws. En dat gaat dan over de woningbouw. Daar hebben we een hele nieuwe minister voor. Want anders hebben we een oude minister, maar die gaat woningbouw doen, hè, Hugo de Jonge. Het probleem is een beetje dat we een afgesproken hebben... een miljoen huizen te gaan neerzetten tot 2030. Maar dat wil niet echt vlotten. En nu is er weer roet in het eten of zand in de machine. Want de bouw van 10.000 woningen in steden dreigt... wat problematisch te worden. Een belangrijke geldpot van het Rijk met erin tientallen miljoenen euro's is bijna op, waarschuwt het stimuleringsfonds Volkshuisvesting SVN op PNR. Het geld gaat naar woningbouwprojecten die anders niet van de grond komen, omdat de bank dat niet wil financieren. Zoals het ombouwen van leegstaande winkelpanden, oude kantoren en fabrieksterreinen naar een woningbestemming. En dat terwijl die transformatie een belangrijk onderdeel is voor het aanpakken van de woningnood. Bij ons is Nico van Est van het SVN, het stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Meneer van Est, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, allereerst, de banken willen dus niet mee, hè, met dit soort projecten. En dit soort projectontwikkelaars. Waarom eigenlijk niet? Want ook zij weten toch dat er woningnood is en dat er best geld te verdienen is met vastgoed. Ja, dat klopt. Dat klopt. Kijk, die banken die willen eigenlijk niet instappen in de voorfase tot startbouw van deze projecten. Ja. En in die risicovolle voorfase laten ze eigenlijk de inbreng volledig bij de ontwikkelaars liggen. En die moeten dat dan op tafel leggen om ook met name dit soort locaties tot ontwikkeling te brengen. Precies, risico totaal bij de markt neergelegd dus. Ja, klopt. Klopt. Kijk, en daar hoort het in principe ook wel thuis. Ja, waar het niet dat wanneer wij met elkaar een stukje versnelling op gang willen brengen, dan zullen we ook met elkaar daar wat. Aan bijdrage moeten neerleggen. En dat dreigt nu. Dat potje dreigt nu leeg te geraken. Dat is eigenlijk het signaal wat wij hier afgeven. Maar dat potje, met alle respect, meneer Van Est, is 60 miljoen euro groot. En dan denk je, 60 miljoen op 1 miljoen woningen. Dat is een druppel op een gloeiende plaat. Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar we hebben ook de druppels nodig om, tot die getallen te komen. Hè. Daar begint het spel uiteindelijk. En het zijn ook atypische locaties. Wat u net zei. De industrieterreinen. Bedrijfterreinen, winkelpanden, dergelijke locaties. Ja, daar gaat het om. Nou, u zegt dus, het potje is bijna leeg. Wanneer gaat dat gebeuren? Nou, dat dreigt zeg maar komende zomer te gaan ontstaan. Als ik nu de doorrekening maak zeg maar voor 2022, en dat doen we allemaal aan het begin van het nieuwe jaar, dan zien wij met de huidige aanvraagstroom dat we tegen de zomer het luikje van het loket dicht zullen moeten gaan doen. Ja, dat is eigenlijk de waarschuwing die wij nu afgeven. Van dat moet je eigenlijk niet willen in de huidige markt. Nee, dus die pot moet iets verruimd worden, zegt u. Toch, de ontwikkelaar die krijgt een lening, hè? Die is ook renteverschuldigd. En dan zou je zeggen, die leningen worden terug, die keurig netjes terugbetaald, en dan moet de pot groeien. Maar de pot krimpt dus. Is er inderdaad zoveel vraag overvraagd nu om die woningen te kunnen bouwen? Dat is exact de spijker op de kop. Ja. Er is meer vraag zeg maar, dan dat wat wij aan aflossingen terug verwachten. En die doorrekening hebben we nu gemaakt bij het sluiten van de boeken. En er wordt afgelost. En er wordt keurig rente betaald. En we zien ook een hoge omloopsnelheid zeg maar, in die portefeuille. Mm-hmm. En leningen lopen zo over het algemeen zo'n 2 tot 2,5 jaar. Ja. Dat is op zich mooi nieuws. Maar nu merken we dat vanuit die markt steeds meer belangstelling zeg maar, voor dit instrument gaat komen. Ja, precies. Ja, dan dreig je eigenlijk in een situatie terecht te komen waarvan je zegt, die vraag is groter dan wat we op dit moment kunnen bieden. Precies, ten onder aan je eigen succes, zo heet dat, hè? Wat zou je nodig hebben om het loket wel te kunnen draaien? Dus u zegt, in de zomer is leeg. Een garantstelling kunnen krijgen van het Rijk bijvoorbeeld? Hè, van de minister Hugo de Jonge, die zegt van, weet je wat, ik ga voor dat bedrag ga ik staan. Want het komt toch terug, het wordt keurig netjes terugbetaald. Dus in principe, die pot die is een beetje rekbaar. Dat zou ik zo zien, toch? Ja, dat klopt. Nou, laat ik vooropstellen, we zijn goed aangehaakt met het ministerie. Mm-hmm. En er wordt ook naar een breder plan gekeken zeg maar, op dat hele terrein van transformatie. En er is ook heel duidelijk wel het signaal afgegeven om te zeggen, laten we in 2022 een bijstorting doen van 22 miljoen euro. Mm-hmm. Dat zit goed in de hoofden, dat kan iedereen onthouden. En daarmee zijn we wel in staat om zeg maar, de slag te kunnen maken naar uiteindelijk een 15.000 woningen zeg maar, wat we met deze pot kunnen realiseren. Uh-huh. En wat ik denk ik nog wel veel belangrijker vind, dat is dat dat ook echt op binnenstedelijke locaties gaat gebeuren. Dus het is in tegenstelling tot de grote uitleglocaties, waar inderdaad vele honderden miljoenen in gaan, is het ook van belang, zeg maar, dat wij binnenstedelijk die stappen gaan zetten. En iedereen kent die locaties wel in zijn of haar omgeving. Duidelijk, dank. Nico van Est is van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.
Het kabinet moet deze week nog een concreet vooruitzicht bieden aan de horeca- en cultuursector, vinden de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad, de voorzitters van de veiligheidsregio's die gisteravond weer bij elkaar kwamen. Nu staat er een overleg gepland om te kijken naar een versoepelingen in sectoren voor volgende week dinsdag. Hè. Dat is weer zo'n nieuw beslismoment, zoals dat wordt genoemd. Maar dat vinden de burgemeesters dus te laat. Ze willen dat het een paar dagen eerder komt. Hubert Bruls is de voorzitter van het beraad, burgemeester van Nijmegen, en die zegt dat de spanning in het land zal verminderen als er duidelijkheid komt. En hij doelt, als het om die spanning gaat, dus op de protestacties die we zien in de horeca. Hè. Afgelopen zaterdag horecazaken die hun winkels openden, maar ook de komende dagen allerlei cultuursectoren die creatief zijn en zeggen, mijn theater is opeens een kapper. Ik zag dat het debatcentrum De Bali zich gaat registreren als kerk, waardoor ze weer open mogen. Nou ja, allerlei dat soort gekkigheid. En Bruls die zegt, ja, er moet gewoon duidelijkheid komen. Ook wil het Veiligheidsberaad dat het kabinet duidelijk maakt dat de coronaregels er niet voor niks zijn en dat actievoeren iets anders is dan het opengooien van je zaak. Justitieminister Dylan Jezilgus die heeft toegezegd dat ze de boodschap zal overbrengen aan het kabinet. Nou, daar zit ze toevallig zelf in, dus dat is bij deze gedaan. En dan, er zijn 185 Nederlandse patiënten van wie de gezondheidsklachten iets te maken hebben met die apneuapparaten van Philips. Die patiënten hebben zich volgens het Financieel Dagblad, onze zusterkrant, onder andere bij een advocatenkantoor gemeld dat zich specialiseert in dit soort zaken. Philips werd in oktober al door 4 Nederlandse apneupatiënten aansprakelijk gesteld voor gezondheidsproblemen. Maar bij die groep zijn dus inmiddels 100 andere mensen gevoegd. Ook DAS en Achmea staan 40 patiënten bij die bang zijn dat ze problemen hebben die te danken zijn aan dat slaapapneuapparaat van Philips. Philips is keihard geraakt door die kwestie. Inmiddels is dat de slaapapneuaffaire gaan heten. Beurskoers is sterk gedaald. En beleggers vrezen dat Philips hoge schadevergoedingen moet gaan betalen aan vooral Amerikaanse patiënten. Ze hebben 5,2 miljoen apparaten te repareren of helemaal moeten vervangen. Dat kost een ongelooflijke klap geld. En daarnaast inderdaad in die class action suits in Amerika en dus nu ook in Nederland, dat zal ze ook nog wel wat geld gaan kosten. Ochtendnieuws. De provincie Groningen wil zich ontwikkelen tot de waterstofregio van ons land. En om dat aan te slingeren, opent vandaag bij de Hanze Hogeschool het eerste testnetwerk voor waterstof in ons land. Bij ons Jan-Jaap Auwé, die is lector waterstof aan de Hanze Hogeschool. Meneer Auwé, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat is dat netwerk? Gaat u inderdaad, want dat is bekende techniek, hè? Door bestaande gasleidingen waterstof voeren om te zorgen dat je daarmee kan koken bijvoorbeeld? Ja, kijk, het is natuurlijk bekende techniek. Ja. Het probleem is natuurlijk alleen dat heel weinig mensen ervaring hebben met die techniek. Mm-hmm. En de mensen die ervaring hebben, die werken vaak in de chemische industrie. Nou, dat is een omgeving, maar een hele andere omgeving dan zeg maar in je huis. Ja. En om die ervaring ook toepasbaar te kunnen maken in bijvoorbeeld huizen of in ieder geval in de gebouwde omgeving, mm-hmm. hebben we dat waterstofnetwerk ontwikkeld. Ja, en met wie test u? De partners met wie we dit netwerk hebben opgericht, dat zijn Emerson, DNV, GasUnie en GasTerra. Ja. Het zijn partijen die natuurlijk allemaal al bezig zijn in de gaswereld, maar ook andere bedrijven de ruimte willen bieden om ervaring op te doen in het werken met waterstof. Ja, nu is het aardige dat waterstof is een heel schoon gas wat je kunt verbranden, goed verbranden. Alleen om het op te wekken heb je een enorme bak elektra nodig. En groene waterstof, daar zou dus vraag naar zijn. Kijkt u daar nog naar hoe u dat gaat opwekken? Jazeker, daar kijken wij ook naar. We zijn partner in een groot project, de Hydrohub. En daar kijken we naar hoe we groene waterstof uiteindelijk ook goedkoper kunnen produceren. Ja. En ook daar snijdt het mes weer aan twee kanten. Het gaat aan één kant om die waterstof goedkoper maken. Maar het gaat ook om mensen op te leiden die dit straks ook kunnen doen. Mm-hmm. Want de energietransitie is natuurlijk een enorme opgave. En de vraag wie dat allemaal moet gaan doen, die wordt zelden gesteld. Ja, precies. Nou, dan weten we dat er in het Noord-Nederlandse een samenwerkingsverband is van een groot aantal grote oliemaatschappijen. En volgens mij zit GasUnie daar ook bij. En die willen enorme windparken op zee gaan ontwikkelen om daarmee elektra te hebben om groene waterstof op te wekken. Werkt u ook met die club samen? Nee, we werken niet met dat consortium samen. Nee. Want het wind op zee ligt niet echt op ons pad. Nee. Maar uiteindelijk is het natuurlijk belangrijk dat er ook fabrieken komen die grootschalig waterstof kunnen gaan opwekken. Ja, precies. Gaan we dan inderdaad straks koken op die waterstof? En kan je met die waterstof bijvoorbeeld ook je auto bijtanken, je waterstof of je brandstof zelf straks? Nou, waterstof om op te koken, dat is een weinig zinvolle toepassing eigenlijk. Ja. Maar waterstof is met name geschikt om energie voor langere tijd op te slaan. Dus bijvoorbeeld voor gebruik in de winter of op andere momenten. Maar rijden op waterstof is natuurlijk is heel goed mogelijk. En zeker voor zwaarder verkeer, vrachtverkeer, bussen, treinen.
kan het heel erg interessant zijn in plaats van alleen maar te elektrificeren. Ja, nou, u gaat dat nu testen. Wanneer wordt groene waterstof op grote schaal straks ingezet, denkt u? Wat is de tijdslijn? Nou ja, wij verwachten dat richting 2030 dat het dan in ieder geval een redelijke stap zal hebben gemaakt en op allerlei plekken ook wel echt geïmplementeerd zal gaan worden. Ja. Maar ja, weet je, de energiemarkt is natuurlijk erg grillig. Dus ja, het kan ook een paar jaar eerder of een paar jaar later zijn. Ja, we moeten van het gas af, daar weet u alles van in Groningen. Je moet een ander gas hebben. We moeten zeker van het gas af. Ja. En niet alleen van het gas af, maar we moeten natuurlijk ook zorgen dat voor al die mensen die nu werkzaam zijn in die gasindustrie, dat er ook gewoon ander perspectief, ook economisch, komt. En daarom richten we met dit netwerk ons ook vooral ook op het MKB. Ja. MKB is vaak een grote toeleverancier van de gasindustrie. Maar die kunnen ook een ander perspectief krijgen door zich op die duurzame groene waterstofmarkt te richten. Duidelijk, dank u wel. Jan-Jaap Ouwees, lector waterstof van de Hans Hogeschool in Groningen. Nou, KLM heeft een opvolger gevonden voor de volgend jaar vertrekkende topman Pieter Elbers. Ja, alleen ze wil niet. Nee. Nee, begrijp ik ook. Het zou Herna Verhagen zijn. Nu de CEO van PostNL. De Financiële Telegraaf meldt dat zij eind vorig jaar al een keer benaderd is met de vraag van: goh, zou je interesse hebben om een luchtvaartmaatschappij, Lucie Elbers? Ja, precies. Te gaan bekleden. Maar Verhagen zou dus vriendelijk bedankt hebben voor dat aanbod. In een reactie in de krant zegt Verhagen uiteraard dat ze niet wil reageren op geruchten. Dus we weten allemaal niet wat er van waar is. Maar als die krant het meldt, dan zal er vast een kern van waarheid in zitten. Ze meldt wel dat ze het jammer vindt dat Pieter Elbers vertrekt. Zoals eigenlijk iedereen dat in Nederland jammer vindt. Behalve in Frankrijk. Daar vindt niemand het jammer. Uit een rondgang van de Telegraaf blijkt dat het vertrek van deze Elbers toch al een paar maanden speelt. Want er is dus een headhunter actief op zoek naar kandidaten. Terwijl de OR van KLM zegt dat ze er nog niet eens uit zijn met een profiel voor wie dat moet zijn. Interessant. Oh. Dus Verhagen zou het niet gaan worden volgens de geruchten. Alhoewel je het ook nooit zeker weet. Nee, dat weet je nooit zeker. Wat je wel zeker weet is hoe de agenda eruit ziet in Politiek Den Haag vandaag. Wat het gaat opleveren, dat weten we dan weer niet. Maar hoe de agenda eruit ziet, hoor je van Sofie van Leeuwen. Goedemorgen. Vandaag de aftrap van Rutte 4 in het parlement. En daar leest de premier zijn regeringsverklaring voor. En zal de oppositie de hele dag gaan schieten op plannen van het nieuwe kabinet. De miljarden die ze willen uitgeven aan onderwijs, klimaat, defensie en dat soort zaken. Wij zijn er de hele dag bij, ik en mijn collega Leendert Beekman. En ook kijken we uit naar 2G. Werkt dat eigenlijk wel? En wat moet minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid ermee? Verder heeft staatssecretaris Velbrief van Mijnbouw weer een drukke dag in Groningen. En hij praat en luistert daar met de boze burgers die helemaal niet zitten te wachten op extra gaswinning. Hoor je allemaal vandaag in Studio Den Haag. En dan gaan wij naar de kranten. We gaan even koppen snellen. Uiteraard veel aandacht voor het verhaal over 2G en 3G. Zoals je zojuist hoorde, het onderzoek van de TU Delft. En ook veel Voice of Holland. AD schrijft alle voice-programma's, dus ook Voice Kids en Voice Senior van de buis. De Telegraaf heeft het over Voice Rel groeit. Ontwikkelingen volgen elkaar nog in rap tempo op. Bij Bo vertelde gisteravond een oud-kandidaat gisteren over die Jeroen Rietbergen. Die had geprobeerd om bij haar een beetje te voelen. En Trouw schrijft ineens barst de bom. Ja, nou, nooit meer de Voice. Dat wordt ergens anders in de badkamer zingen, zeggen we dan. Ja, precies. In dit FD geen groene leningen, maar wel groene beloften voor de telecomsector. Nederlandse telecombedrijven haken in op een wereldwijde trend. Lenen met duurzaamheidsbeloften. Volgens analisten kunnen telecombedrijven als KPN en Vodafone Ziggo die beloftes helaas niet waarmaken. Ook in het FD huurprijzen fors gestegen. De prijs per vierkante meter voor huurwoningen in de vrije sector is in Q4 van het vorige jaar met 5,3% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2020. De grootste procentuele stijging sinds het derde kwartaal van 2018. En dan in NRC. Rusland verdeelt de Duitse regering. Met het bezoek van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Baerbock aan Kiev en Moskou lijkt het duidelijk. De Groenen en de SPD hebben diametraal andere ideeën over hoe ze Rusland moeten aanpakken. In de Financiële Telegraaf bouw een 500.000 seniorenwoningen. Er moeten een 1 miljoen huizen bij, hebben we net ook gehoord. Is afgesproken in het woonakkoord. Daarvan zou tenminste de helft een seniorenwoning moeten zijn, zegt ABN AMRO in een rapport. En nog een gouden tip in de Volkshand. Hoe kom je zo snel mogelijk van je verkoudheid af? Nou. Want veel mensen hebben dat. Nou, stoombad, neusspray, vitamine C of een glas whisky met kruidnagels, verse citroen en heet water. Een grogje. Wat is nou het beste middel tegen verkoudheid? Whisky helpt tegen alles, zeg ik dan.
je heel veel whisky drinkt, merk je er niks meer van. Merk je er niks meer van, nee. Dan even naar deze nog. Een anonieme vinder heeft een ochtendje gepiept met zijn metaaldetector beloond gezien met een wel heel bijzondere vondst. Op een braakliggend stuk landbouwgrond in het zuidwesten van Engeland, in Devon om precies te zijn, ontdekte die man een gouden muntje waarvan hij niet precies wist of het wel wat waard was. Nou, wat doe je dan? Gewoon posten op Facebook. Mm-hmm. En daar zag een muntendeskundige van een veilinghuis de foto van het muntje. En diens mond viel open, want van die gouden munt, geslagen door de muntmeesters van koning Hendrik III, zijn er nog maar 8 bekend en die liggen allemaal in het museum. Die munt werd rond 1257 geslagen en toont de koning zittend op een sierlijke troon met een bol en een scepter. Nou, zondag aanstaande gaat dat muntje onder de hamer en dat zou volgens het veilinghuis gemakkelijk 400.000 pond kunnen opleveren. Bijna een €500.000. En wat is nou het mooie? Want je denkt meteen, ja, dat heeft hij gevonden in landbouwgrond. De eigenaar van dat stuk landbouwgrond, die komt misschien van kom maar hier of de staat. Volgens de Britse Treasure Act van 1996 mag een hobbyist een muntje gewoon verkopen. Want dat muntje is dan geen onderdeel van een bredere ontdekking. Dus als dat gevonden wordt op een heel ding of een hele schat, dan moet je hem inleveren. 1 munt is voor jou. En zo ben je na een ochtendje je oor fluiten 4 ton rijker, ja, in ponden. En de landbouwgrondeigenaar, die kan ook fluiten, maar dan wel naar zijn geld. Snel bij elkaar. De column van Marianne Zwagerman. Toen het plan van John de Mol om de Telegraaf over te nemen een paar jaar geleden op een bloedbad uitliep, vierde de Zuidas feest. De rechter van de ondernemingskamer had nog nooit zoveel advocaten bij elkaar gezien. De strijd kostte de krant €10 miljoen. Er is vast al een flesje ontkurkt op advocatenkantoren. Nu blijkt dat onder het dunne laagje formatvernis van The Voice een misbruikbroeinest schuilt. Want er zijn sappige juridische appeltjes te schillen. De Mol verkocht zijn productiehuis, dat ook in veel landen The Voice produceert, in 2015 voor €900 miljoen aan ITV. De betonrot zat toen al in de fundamenten en de Mol wist het. Zoals iedereen die bij hem werkt, inclusief zus Linda, weet dat zijn imperium is gebouwd op bot seksisme. In 2004 schreven 2 financiële journalisten een smeuïg boek over John de Mol dat de zieke bedrijfscultuur blootlegt, waarin zo tegen John wordt opgekeken dat het mensen blokkeert. Echtgenote Els was al zijn partner toen hij, zoals beschreven in de gangen van John de Mol, het hele showballet en alle productieassistenten zijn bed insleepte. Els is een verstandige vrouw. Die heeft besloten dat ze het niet wil weten, zegt een ingewijde. Zij was niet de enige. Jaren geleden vroeg ik aan de hoofdredacteur van Story, waarom schrijf je niet gewoon op wat ik en het halve gooi weten over Marco Borsato, Wendy van Dijk en nog wat sterren? Hij zei, jouw moeder koopt mijn blad. Zij wil geen dingen lezen waarvan ze zich niet kan voorstellen dat ze echt gebeuren. Als ik afdruk wat ik allemaal weet over drugsgebruik en buiten de deur neuken, hou ik geen lezeres meer over. Juice channels bedienen een andere doelgroep. Maar is dat de hele verklaring voor de plots overstromende Gooise doofpot? RTL lijkt de verliezer, met een miljoenenstrop nu de talentenjacht abrupt stopt. Maar bij de aanstaande overname van SBS door RTL dwong de Mol af dat hij een gegarandeerd aantal nieuwe formats mag testen op de RTL-zenders. Na de enorme serie flops en missers van de Mol de laatste jaren, waarbij de dansmarathon en de open haard tijdens de kerst op SBS niet eens de dieptepunten waren, zou ik best onder die deal uit willen als ik de RTL-directie was. Het is vast te juicy gedacht, maar wat lucht blazen in gedateerd misbruiknieuws kan een verwoestend vlammetje opleveren. Als je mij volgt, word je financieel onafhankelijk. Als jij het zo goed weet, waarom wil je dan geld verdienen door het aan mij te vertellen? In het nieuwe seizoen van Achtergesloten Deuren ontrafelt het FD de grote beloftes van de finfluencers. Vind hem overal waar je podcast luistert.